Een film met Sofia. Sofia? Nee, mag ik kiezen. Ja. Zo heet de nieuwe roman, de nieuwe Herman Koch, die sinds eind augustus in de boekhandel ligt. En als naar aanleiding daarvan Herman Koch zelf naar de studio komt, grote jeugdheld, dan word ik altijd een beetje gelukkig, Herman. De laatste keer was begin vorig jaar, ja. Finse Dagen. Finse Dagen, ja, in januari. Dat was, ja, en er is nogal wat gebeurd intussen. Ik heb me wel vaak de bedenking gemaakt, Herman Koch, die niet mag buiten komen door COVID, die gaat dat niet zo erg vinden. Nou, er is wel... Ik vond bepaalde kanten ervan, behalve in het begin ook een beetje de angst... dat je denkt, zal ik nou een besmet raken? We hebben een zoon van nu 27, die was ook bezorgd... dat hij denkt dat hij ons misschien zou aansteken. En dat bleef wel een beetje op de achtergrond meespelen. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat ik die leegte en dat er opeens niks kon... dat ik ook nergens meer heen kon... Want ik werd ook nog wel eens ergens uitgenodigd. En, dat gebeurt dan wel eens wellicht, ja. Ja, maar ook bijvoorbeeld in allerlei buitenlanden en zo. Wat ik altijd ook zeker leuk vond, om weer eens naar Litouwen te gaan... omdat daar dan een boek uitkomt. En dan denk je, hoe kom je anders in Litouwen? Of wanneer kom je anders in Litouwen? Maar ik moet zeggen dat opeens dat helemaal geen afleiding meer... dat ik dat wel iets vond hebben. Ik ging niet meer werken op een dag, of meer schrijven... Maar ik ging wel elke dag schrijven. Dus het is die hapjes die waren er wel opeens tussenuit. Vandaar dat die er zo snel gekomen is ook? Want dat is, laten we zeggen, relatief snel toch, hè? Nee? Ja, maar het is eerder zo geweest dat Finse Dagen heb ik een tijdje uitgesteld... omdat ik dacht, ik ben wat te snel met een nieuw boek. Dus toen is Finse Dagen... Hmm. En ja, en dan volgt dit, had ik eigenlijk al ja, vorig jaar af, zeg maar. Klopt het wel dat je echtgenote toch op een beetje verlofvakantie had gerekend... maar dat er dan niet van gekomen is tussen Finse Dagen en dit? Omdat je meteen weer bent beginnen te schrijven? Nou, ik heb inderdaad het idiote wat ik me altijd voorneem... dus na een boek, en dat was ook na Finse Dagen zo... dus ik denk van, nou, neem nou eens een maand of 3 maanden rust. Weet je, ga gewoon echt vakantie nemen, ook al is het midden in een pandemie... Maar wat mij elke keer weer overkomt... dat ik dan meestal de dag nadat ik een boek af heb... denk van, weet je wat misschien wel een goed idee zou zijn? En dat schrijf ik dan niet op in een boekje. Maar dan denk ik, laat ik eens kijken of dat idee zo goed is. Laat ik meteen de eerste pagina, het eerste hoofdstuk proberen. En als dat er dan is, dan kan ik dat niet meer uitstellen. Dan helaas moet ik dan elke keer weer door. Ja. Dus ik had het menu na dit boek ook weer voorgenomen, maar... Lukt niet. Maar ik ben niet eens een workaholic. Ik vind het alleen leuk om een nieuw idee te hebben. Ik heb ook nooit 20 ideeën, altijd maar 1. En dat was dit boek. Finse Dagen was een beetje autobiografisch, toch? Hè? Ja. Mag ik dit weer vintage Herman Koch noemen? Jazeker. Dat mag. Ja, dat mag. Laten we dan het verhaal eens even vastnemen. Hè. Het gaat over een Nederlandse regisseur, Stanley Forbes... die al een keertje gepasseerd is, denk ik, hè, in Zomerhuis met zwemmen. Ja, klopt. Dus die komt terug. Die op een dag de nood voelt om een film te maken met Sofia... dochter van een vriend, die hij dan maar een lousie vader vindt. Hè. Dat komt dan meteen in het boek. Dan vraag ik me af, oké, waar wil hij deze keer naartoe? Wat wil hij deze keer kwijt? Want je ziet daar onmiddellijk het beeld weer van een oudere man... wil niet buiten komen, wil dat etentje van die avond liefst afzeggen... en vindt dan een 17-jarig meisje geweldig knap. Ja. Ja. Waar wil hij naartoe? Ja, dat is een beetje, als het goed is... wat de lezer een beetje een ongemakkelijk gevoel moet geven in het begin... dat je denkt, het zal toch niet dat het er zo een is. Want hij is inderdaad behoorlijk oud. Hij is of net zo oud als ik, of nog iets ouder zelfs. Te oud voor een 17-jarige. Dat sowieso. En dat is ook meteen wat hij merkt. Zonder dus te veel spoilers weg te geven. Wat hij meteen merkt. Als hij met jonge actrices naar een restaurant ging... dan zag hij de serveersters en de obers zo kijken van... oh, daar zit die oude viezer, zit daar weer met in... zit een jonge vrouw te versieren. Maar hier, als hij met Sofia naar het restaurant gaat... dan zijn ze allemaal heel welwillend en sympathiek. Want ze zien gewoon... het leeftijdsverschil is zo groot. Ze zien gewoon een opa die zijn kleindochter... op een fles Spaanse witte rode wijn trakteert. Mm-hmm. Maar wat, dus, hoe zit dat in? Want eigenlijk is dat zat ook al in Jiske vet, hè? Volwassen mannen en dan de jonge meisjes bijvoorbeeld. Hoe zit dat in het hoofd van Herman Koch? Wat wil je daar dan mee doen? Nee, ik heb meer het idee... een filmmaker, een filmregisseur... die, ik wil niet zeggen, op een tweesprong in zijn carrière staat... maar misschien wel een soort aan het einde van zijn carrière. Dus dat hij denkt, wat nu nog? Want tussen de regels door lezen we dat hij was succesvol in Hollywood.
dat ze hem daar misschien ook even niet meer zou moeten. Dat hij dan toch maar uit armoede, maar toch maar weer teruggaat naar Nederland. En dan opeens dit meisje ziet en denkt, als mensen, bioscoopbezoekers, dit gezicht op het witte doek zien, dan zowel mannen als vrouwen vallen daar in één keer voor. Hmm. Voor een, als dochter, als wat voor fantasie ook. Hij weet volgens mij zelf niet wat hij precies met haar wil. En hij weet zelf ook niet precies wat hij nou voelt, volgens mij. En zo heb ik het boek ook geschreven, dat ik niet precies wilde weten wat hij, of er nou nog een bijgedachte bij zijn. Hij zegt, ook tegen de vader van het meisje, zegt hij, je kunt mij vertrouwen, ik zal haar beschermen. Ik zal een vaderfiguur voor haar zijn. En volgens mij is dat ook echt wat hij wil. Hij zegt alleen ergens al in het begin tussen de regels, ik vind het heel vervelend dat dat vertrouwen beschaamd is. Maar dat slaat nog niet direct op hem terug. Maar dan geven we al te veel weg. Wat denk je dat dat vaak gebeurt in de realiteit ook? Wat? Dat? Ja, dat sentiment van oudere mannen met jonge meisjes? Nee, het is in meestal, het leeftijdsverschil is volgens mij nooit zo groot. En het is geen MeToo-verhaal. Het is geen Harvey Weinstein. Nee, maar je raakt het wel de thematiek wat aan, wel, hè? Ja, natuurlijk. Is dat ja. Vooraf de bedoeling of komt dat ook? Nee, dat komt vanzelf. Ik heb me eigenlijk juist voorgenomen toen ik met het idee begon, dat wat langzamerhand ontstaat, want ik heb eigenlijk nooit een soort echt vast plan, dat ik dacht, ik moet zorgen dat het niet een cliché MeToo-verhaal wordt. Dus het mag niet zo zijn, en dan geven we dan deze spoiler maar wel weg. Het mag niet zo zijn dat meisje straks aangifte tegen iemand moet gaan doen. Mm-hmm. Tegen de regisseur of tegen iemand anders. Want er zijn misschien andere, wat oudere mannen met minder scrupules. Ja, niet te veel vertellen natuurlijk. Maar, nee. Wat heeft de Nederlandse filmwereld hier trouwens misdaan? Niks, maar heeft mij... Mag ik een stukje lezen? Ja, want dat zou op de lange termijn het beste zijn voor de Nederlandstalige film. Dat je ze allemaal op de grond laat knielen en ze één voor één een kogel door het hoofd schiet. Dat gaat dan denk ik over de commissie. Dat gaat over de commissie. Ja, dan moet je niet uit de context. Ja. Het gaat precies over de commissieleden die over zo'n film beoordelen. Want het tragische is, ik weet niet precies hoe het hier gaat, maar ik weet wel dat hier gewoon betere films gemaakt worden. Dus ergens ja, is moet dat het zo? Wel. Ik geloof dat wel. Ik geloof dat zeker. Ik geloof ook zeker dat zowel Vlamingen als Walen en ook Fransen en Duitsers en Spanjaarden en IJslanders allemaal beter kunnen acteren dan Nederland. Oh. België-Gidsland. Hè? Ja, in dit geval wel. Ja. Maar ja, ik zou hopen dat het België-Gidsland was. Ja. Maar hoe kom je op de een of andere manier hebben ze dat in Nederland toch niet door. Hoe kom je bij die analyse? Omdat ik... Kijk, je gaat naar de bioscoop. En dan zie je, ik vind het altijd leuk om naar trailers te kijken. Ik kom ook altijd vroeg in de bioscoop. En dan zie je een trailer van een nieuwe James Bond film en een Deense film en een IJslandse thriller. En dan opeens komt er zo'n film waarin dan een auto stopt midden in de polder. En dan stapt een man uit en die zegt, als je wilt dat ik echtscheiding aan ga vragen, moet je vooral zo doorgaan, Helen. En dan denk ik, wacht even, dit is een Nederlandse film. En dan weet je dus ook al meteen dat je die dus niet hoeft te zien van die 5 trailers. Dan ben je gewoon klaar, want je hebt genoeg gezien. Het is allemaal mooi uitgelicht. En waar is dat misgelopen? Want je maakt, het is eigenlijk, als je de dingen allemaal samenlegt, is een serieuze aanklacht tegen het Nederlandse filmgebeuren. Ja, ook tegen de acteurs. Ik moet ook zeggen dat het ook wel veel, merk ik nu al, hoewel nog niet eens iedereen het gelezen kan hebben, dat het heel veel weerklank vindt. Dat mensen in Nederland zeggen, wat fijn dat iemand dat nou eens een keer zegt. Want het is toch ook echt niet om aan te zien. En ook met heel weinig uitzondering. Ik vind het stom om nou een paar, een beetje lullig om nou een paar te noemen en die dan niet. Dat moet niet. Maar over de hele linie is het in Nederlandse tv-series, in Nederlandse films, is het zo. Hmm. Ik heb daar wel een beetje een theorie over. Ik moet eigenlijk eerlijk zijn. Want hij is een beetje afkomstig, of eigenlijk helemaal afkomstig van mijn Spaanse vrouw. Die zegt, Nederlanders, die zijn zo direct, of dat vinden ze van zichzelf, dat ze zo direct zijn. Dus een Nederlander die zegt tegen jou, die zegt tegen jullie, ik ga het maar even zeggen, want ik ben gewoon heel direct. En dan komt er daarna een ontzettend onbeschofte opmerking. En gewoon totale, alle beleefdheidsnormen worden terzijde geschoven. Want, zegt die Nederlander, ik ben zo direct. In alle andere landen, bijna, als we het nou even beperken tot Europa, hebben mensen bepaalde beleefdheidsvormen die de dingen iets meer verhullen. En die een goede film nodig heeft dan? Nou ja, in ieder geval, het is een soort acteren. Dus als je met beleefdheidsvormen
met elkaar omgaat. Dat is een soort afspraak. Ja. Dat je dan elkaar niet zo zogenaamd direct benadert. Dat je elkaar niet beledigt en elkaar in hun waarde laat. Ja. En dat is iets waar Nederlanders meer moeite mee hebben. Ik schaam me daar altijd wel een beetje voor. Als iemand tegen mij zegt, ik ben gewoon direct, dan weet ik gewoon wat ik kan verwachten. De theorie van Herman Koch over de Nederlandse filmindustrie. Nou ja, hij is meer van... Geweldig dat je dat nu toch allemaal kan doen, hè? Ja. Je kan je dat permitteren ook, hè? Ja, nee, maar het is toch leuk? Ja. Die theorie staat overigens niet in het boek, hoor. Die heb ik er nu heb je als bijsluiter bijgekregen. Ja. Wat mogen wij eigenlijk nog verwachten van Herman Koch? Want als je dat nu allemaal... Ik zei het daar straks ook in de foyer van... Als je die boeken optelt en hoeveel je er verkocht hebt... Ja, dat zijn er miljoenen, denk ik, intussen. Er zijn eigenlijk twee grote hoofdstukken in je leven. Ook het acteren natuurlijk, een stukje in Jiskevet en dergelijke. Het schrijven. Mm-hmm. Komt er nog iets of zal het bij die twee blijven? En komt er nog een volgende boek? Er komt nog wel een volgend boek, ja. Ik ben al wel weer bezig. Doe je dat nog even graag? Schrijven? Ja, absoluut. Ja. Het is gewoon voor mij zo duidelijk dat ik een bepaalde pensioengerechtigde leeftijd al overschreden heb. En in plaats van in een tuintje te gaan aanleggen met kruiden of aardappelschapboten, ga ik gewoon elke dag een paar uur achter die laptop zitten. Niets leukers dan dat. Elke dag? Elke dag, ja. Ja, dat is het beste. Ik heb ook wel eens helemaal geen zin, hoor. Ja. Het is niet zo dat ik vrolijk fluitend daar achter die tafel ga zitten. Maar ik weet gewoon dat ik me de rest van de dag beter voel als ik wat gedaan heb. Niet uit een soort Calvinisme van het werk is gedaan. Maar puur de rest van de dag ziet er vrolijker uit. Ik heb vanochtend ook een stukje geschreven, voordat ik hier naartoe kwam. Moet heerlijk. Ik weet niet eens meer wat. Dat is ook het voordeel van ouder worden. Dat je de volgende dag lees ik dat dan over, wat ik vanochtend geschreven heb. Morgen ga ik het overlezen. Dan ben ik heel benieuwd wat het is. Okay. Want ik ben het al totaal vergeten. Het moet heerlijk zijn, Herman Koch. Dank je wel om langs te komen. Een graag film gedaan. Met Sophia ligt intussen al een tijdje in de boekhandel. Dank je wel voor je komst. En dank je wel ook mijn andere gasten. Thanks for joining us tonight. En u bedankt voor het kijken, dames en heren.